Vandaag stappen we het duisternis in. Wat doen ze daar? Wat fuck? Verlaat fabrieken. Ga naar boven, ja of nee? Kraak de trappen en gebeurtenissen waar je rillingen van krijgt. Met Abdars ga ik op zoek wat er achter de schaduw schuilt. Geen idee wat er tegen zal komen, maar één ding weet ik zeker. Dit wordt een avontuur om er zeker niet te vergeten. Dames en heren, welkom bij de zoektocht. De locatie van vandaag is Duisburg. We moesten eerst een rit afleggen van een uur en een kwartier. Maar nu je toch aan het kijken bent, abonneren. Jij die nu aan het kijken bent, ja, abonneer. Maar liefst 80% van mijn kijkers zijn niet geabonneerd. Dat kan toch niet, dames en heren. Abonneer nou even. Ik wacht wel. Ja, ben je geabonneerd? Weet je zeker, heb ik ook geliked? Dan gaan we nu starten met de video. Yo mensen, assalamu alaikum. Welkom bij mijn nieuwe video. Mijn naam is Mohammed Ashin, ik ben er af. Maar vandaag zijn we in Duitsland. Ik ben hier samen met Abdars. We zijn met z'n tweeën gekomen. Niet solo, maar met z'n tweeën. Normaal zijn we met een groep. Maar vandaag met z'n tweeën, want de rest kon niet. Iedereen heeft afgezegd. Fuck jullie allemaal. Nee, het valt dik als een jullie. We zijn er weer, dames en heren. We gaan weer een verlaten plek bezoeken. We zijn vandaag in Duisburg. We zijn landschapspark hier in Duitsland. En als het goed is, heb je hier een verlaten fabriek. We gaan het zo zien. Ik zie wel licht en ik zie ook best wel veel mensen. Ik vind het een beetje raar. Een beetje rare wending. We gaan even kijken naar binnen en dan gaan we dan pas filmen. En dan zou ik zeggen, lekker naar beneden en dan gaan we direct naar binnen. Let's go. Oké, mensen, we zijn hier ergens. Kijk, hier zit daar licht omheen. We zijn sowieso binnengekomen, ik kan gewoon naar binnen lopen. Het is gewoon donker. Ik zie heel af en toe mensen lopen. Het lijkt wel verlaten, maar het lijkt alsof ze een beetje mooi hebben gemaakt met licht. Maar nog niks bijzonders. Ik zie nog niks bijzonders. Het is wel donker, het is wel een beetje creepy. Het is echt een echt gewoon een fabriek, bro. Hier hebben gewoon vroeger mensen gewerkt. Het is eigenlijk wel ziek. Weet je, gewoon die tijd van hoe noem je dat? Tweede Wereldoorlog en zo. Misschien was Adolf Hitler gewoon hier aan het chillen. Ja, maar hij was waarschijnlijk in Berlijn. Maar het kan zijn. Ja, was Anne Frank hier aan het chillen. Anne Frank? Anne Frank. Ik meteen een keer naar Auschwitz gaan. Gaan we een keer naar een concentratie komen? Ja, Wolla kom voor de video. Als we in Polen, volgens mij. Ja, dan, ja, dat klopt. We kunnen gewoon naar Polen gaan. Ja, dan gaan we naar het spoor. Bro, Wolla kan daar binnen één dag. Wat wil je daar doen? Het spoor gaat richting Auschwitz. Oh. Ik kan daar letterlijk binnen in een dag je kan daar gewoon rijden. Het is gewoon misschien 6 uur, 7 uurtjes rijden of zo naar Polen. Ja, maar 6, 7 uurtjes inderdaad. Ah, bro, die tank. Ja, dat is goed met het vliegtuig gaan. Ja, maar daar heb je geen auto daar. Betreden verloren. Gaan we het betreden? Gaan we betreden? Ja. Ja? Wil je het betreden? Oh, hij is dicht. Luister, we waren aan het kijken om naar boven te gaan. Dan gaat het misschien denk ik naar boven. Maar een hele rare wat er net gebeurde. Ik was net aan het lopen en ik deed zo. Pak. En zo ging deze jongen en een dame hele rare dingen doen, zeg maar. Ja, dames en heren, we zijn even eromheen. Kijk, hier is de fabriek. We willen daar echt naar binnen gaan. Maar we zien voor nu zo niet veel bijzonder. Er zijn hier mensen. Oh, kijk, wat doen ze daar? Wat fuck? What the fuck is dat? Misschien zijn ze hier rare sterren of zo aan het doen. Dat kan, hè? Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Fuck zijn ze aan het doen? Nee. Zie je dat? Dat is een hele rare dit. Zie je dat? Het kan van alles zijn, hè? Ja, ik weet niet wat het heeft zo kunnen zijn, man. Brand, net ook. Kom van die rare mensen die tegen die rare dingen doen, bro. Ik heb echt zo'n gevoel dat ze zo meteen achter ons gaan brengen. Ik heb het gevoel dat ze haram dingen aan het doen zijn. Hoezo is dat ze haram dingen aan het doen? Iets aan het aanbidden of iets aan het spreuken of zo. Ja, denk ik ook. Dat denk ik ook. Of sihr of zo. Dat zou zo maar kunnen vallen. Wat dan? Ik weet niet waar we naartoe gaan. Volgens mij gaan we gewoon het verlaten stad. Ja, het lijkt het is heel groot. Fabrieken kunnen groot zijn, hè? Maar ze is dicht. We gaan verhalen rond van dat geesten hier rond waren van de werknemers die hebben gewerkt. Echt? Ja. Dat hier nog geesten rond waren van mensen die hier hebben gewerkt, zeg maar. En dat mensen het heel slecht hier hadden in de fabriek. Ik zie daar iemand. Twee mensen. Bro, wat doen ze allemaal op deze park? Het is een beetje eng, man. Pak hier alles doen wat je wilt. Het staat helemaal open, bro. Ik kan hier letterlijk alles wat je wilt. Abdas, wat doe jij hier eigenlijk? Ik ben aan het overtuigen van mensen. Helemaal rare mensen aan het chillen, bro. Hele rare types. Hele rare. Ik vraag me af waarom mensen denken van, hey, laat ik hier naartoe komen in de avond. Dames en heren, we zijn bij een plek. Hier is water, zie je dat? Hier is gewoon water. Je hebt daar dus of zo een bunker of zo. Een beetje... Gaan we de bos in? Kom, we gaan de bos in. Ga de bos in, bro. Oeh. Wat? Het draait wel. Ja, dat komt door het wind misschien, die schat. Er is geen eerste wind, man, bro. Wat is dat dan, genoen? Ja. Ja, of hij is gewoon zo gemaakt, dat kan toch ook? Nee, ik vind het heel sketchy. Ik vind het een beetje eng. En wat vind je van het bos? Ja, het bos vind ik heel mooi. Beweging. Wie dat? Ja, ik wil daar stemmen, ik wil ook daar stemmen. Ik hoor een vrouwelijke stem daar. Hola? Op je wel. Ja, ik hoor het ook. Ga daar naartoe. Sorry, kijk dan. Kijk rechts. Ga je naar boven? Kijk, daar is het gemaakt. Bel me op met Jones online. Het is een heel grote bos, bro. We gaan verdwalen, ik heb er echt wel voor. We gaan verdwalen als we hier... Hebben we nog een bereik? Bro, zolang we hebben wel echt 4 bereiken. Als we nog een bereik hebben, dan is het gewoon prima, toch? Bel me op met Jones online. Misschien kom ik hier mijn mixtape tegen, bro. We zijn wel in Duitsland. In Duitsland hebben we die mooie, knappe, Turkse Marokkaanse dames. Bro, die licht is eigenlijk geval. Ik ga bijna blind worden. Ja. Ik zie niks, ik zie die kamer niet. Ik zie gewoon die rode stip. Daar kijk ik gewoon. Ik hoor rok. Zet die lampen zachter? Ik zweer, ik hoor hier. Ja, ik hoor het ook. Oké, we gaan nou de bos in. Ik ben benieuwd dat we tegen gaan komen. Bro, hier zijn sowieso de meest creepy dingen gedaan ter wereld. Hier zijn 100% enge dingen gedaan. Ja, man, met Jones online.
Misschien vind ik ook mijn nog. Bro, weet je wel, nou, laat me naartoe lopen of iets. Nee. Weet je wat, bro, ben ik. Nee, dit weet ik nog niet. Maar ik word ook verblind. Ja, door die lamp. Hè. Ja. Maar als we die lamp niet hebben, hebben we geen content. Ja, maar zolang we bereik hebben, kunnen we altijd 1-1-2 bellen. Hij gaat naar links of naar rechts, bro. Rechts gaat het goed. Rechts is gemzien en je eet met de rechts. Het rechte pad. Nee, dat is de rechtdoor. Nee. Ik heb het zeg maar over rechts is goed. Als jij klaar bent met de eerste rechts, dan laat mij lekker. Daar heeft niks mee te maken. Als je gaat met de rechts gaat, doe je eerst met de rechts eten. Dus het rechte. Je billen afvegen, doe je met links. Dus het rechterpad. We gaan voor het rechterpad. Gaan we voor het linker? Dat weet ik ook niet. Wat gaan we doen? Kijk eens wat staat op het bord. Standaard. Ja, oké. Okay. Is niet belangrijk. Hè. The name of City Edge Sharden is because it's guarding 20 square. What? Square? Pelmel, Mitchell's online. Bro, besef, we lopen ergens in Duitsland, bro. Nee, we gaan denk ja. We lopen ergens in Duitsland, midden of nowhere. Woelak wordt die beweging. Woelak. Billak wordt die beweging. Woelak wordt die beweging. Weet je dat niet? Nee, dus. Bro, besef, we zijn midden in Duitsland, bro. Film even de omgeving. Midden in een bos. Ergens dicht bij Duitsburg. Eens in Duitsburg. We zijn eens in de stad. Besef je dat? Ja, ik besef dat. Oké, okay, we zijn met z'n tweeën. Normaal zijn we met z'n vieren, met z'n vijven. We zijn met z'n tweeën, bro. Ja. Van schaal 1 tot 10, hoe verstandig is dit? Ja, heel erg verstandig. Dankjewel, dan gaan we door. Dan gaan we door. Maar twee Marokkanen, ook nog. Als het verdwalen is klaar. Bro, we verdwalen niet, we bellen gewoon politie. Wat gaat politie doen? Ja, ze dus kunnen gewoon zijn locatie lokaliseren. Heb je gewoon bereik? Weet ik veel. Twee streven bereik gewoon. Wat is dat daar? Dat is een poort. Oh, een poort. Waar een poort? Kunnen we gewoon even kijken wat. Hé, trouwens, mensen, bij kort gaat. Vind je dat mooi? Like. Vind je het lelijk? Like ook. Als ik daar iets aan bewegen. Wat zit er daar? Hele lage post. Maar waarom is hier niemand? Waarom zijn alleen wij twee hier? Omdat het zeg maar avond is. Scholen mee hoort daar wat? Jawel. Maar het loopt ook dood, je ziet het niet, bro. Als we hier worden aangevallen, nog mee iemand vindt ons, hè? Je vindt echt niemand ons, bro. Ik zie hier ook geen camera toe, zeg. We hebben de tweede. Je ziet deze verder? Koerstemmen, pak. Koerstemmen, wolle koerstemmen. Hoor je dat, hoor je dan? Hoelak hoort de stem, ik speel. Het is afgesloten, ga je hieroverheen? Ja, maar wat is er? Ik denk, daar is water, hè? Hij is niet voor niets afgesloten. Ja, maar er is water. Ik kwam toch net over die brug heen. Maar dat is niet waar, ik ja, maar wat? En hier is op graafplaats. Bro, ik hoor heel veel. Ik hoor heel veel geluid in de tuin. Er reflecteert ook iets daarachter, zie je dat? Daarachter. Ja, een wit puntje, ja. Er zijn mensen, er zijn fiets. What the fuck doen mensen daar zo laat? Maar ik denk dat zij op hele andere dingen bezig mee zijn, hoor. Ik weet niet welke dingen. Kun je even zeggen wat welke dingen het zijn? Nou, we hebben net zeer gezien van mensen met vuur. Misschien is dat, ja dat kan. Wat is dan? Wat? Ik weet niet van wat dat moet zijn. Gaan ze de stad afronden? Ik zou zeggen rondleiding, maar rondleiding in deze tijd hebben ze wel crazy. Dat kan toch niet? Nee. Hoe laat is het? Het is kort voor 10. Broer, stop daarmee. Je laat wij zomaar stoppen voor niks. Ik ben echt benieuwd naar die mensen daar. Bro, wij lopen diep de bos in, zeg maar. Maar ik zie één libel hier. Gaan we die libel volgen? Nee, hij gaat ons de weg wijzen. Oh nee, daar maar. De weg wijzen? Ja. Welke sprook jij? Nee. Bel, man. Dames en heren, lekker naar beneden. Hoe lang heb ik geklopt, man? Ik zweer dat ik hoorde geklopt. Hoorde je dat niet? Ja, ik hoorde pok, pok, pok. Pok, 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 toch? Ja. Dat is geklopt. Maar daar kun je helemaal niet kloppen. Wat kun je daar kloppen? Op boom. Op boom? Vind je dat zo? Daar is de weg. Dat hoor je niet, bro. Dat hoor je niet, hè? Klopt eens. Dat hoor je niet, hè? Maar hier is wel weer echt goed. Niet weg, ja. Met alle respect, bro. Ik ga niet de hele straat uitlopen. Die ook niet echt, man. Ga dat doen. Ik weet niet. Wat hoor je dat? Hoor je die muziek? Ja. Wat voor muziek is dat? Duits. En dan moet ik eigenlijk zeggen, misschien je aan het communiceren hier, Rasa. Je nou, dat wil ik zelfs. Hoor je? Ik hoor dingetjes vallen. Maar die muziek daar? Ja, ik hoor muziek ook. Het is toch raar waarom in de nacht op een bos hoor je muziek? Broer, ja, ja. Ik hoor dat de camera het ook kan horen. Ik hoor dat ze het kunnen horen. Anders vak dat was denk ik dat we hier aan het lullen zijn. Wat heb je muziek? Ah, wacht, we gaan die kant op dan. Oké, we weten niet waar we nu aan het lopen zijn. Ik zie wel, man. Het is daar de maan. Nou, man. We zijn maan. We hopen dat we gewoon goed terechtkomen. Ja, inshallah. We lopen wel midden in een bos. Ja. Maar dit bos heeft wel een pad. Dat is ook wel... Ik zie geen fabriek meer. We gingen eigenlijk fabriek bezoeken, we zijn al een bos aan het bezoeken. Ja, maar ik denk dat het ook niks in het bos is met alle respect, hoor. Ah, we volgen de pad gewoon. Maar het is zo donker, er zit geen moer, maat. Maar het zonder waar lopen wij, bro. Het lijkt oneindig. Bro, daarom denk ik ook van... We gaan naar rechts, Nee, ik hoor dat niet. Idioot. Gewoon trek de camera om, gol. Dit is boos, bro. Ik ben niet boos, maar het is gewoon een domme vraag. Ik zie wel de fabriek daar en ik hoor de auto's daar. Maar, gaan we niet zeggen dat we hier dicht zijn. Bro, gaan we niet zeggen dat we hier dicht zijn. Maar, gaan we niet zeggen dat we hier dicht zijn. We zitten niet vast, volgens mij.
Nee, we moeten gewoon het potje teruglopen. Maat, we moeten helemaal teruglopen naar die 10 minuten. Waar zit die dicht? Wil je rechts kijken? Ja. Gewoon naar links. Dit is wel heel creepy. Dit is echt de bos gewoon. Dit is gewoon de bos. Ja, maar dit... Dit is meer een bos. Dat lijkt ook een bos. Ah ja, wacht, we gaan terug. Oké, we zijn nog maar geen bos. Ik zie meer palen. Ik zie steeds meer paaltjes. Hey, ik sta die paarden zag oprecht niet, hoor. Hoor je die hond blaffen? Ja. Hij gaat maar blaffen. Hij blaft. Honden en katten zien iets wat wij niet kunnen zien, toch? Honden en ezels. Katten ook. Katten ook? Volgens mij wel. Mijn honden en ezels sowieso. Ze zijn blaf in de avond. Ze zien iets wat wij niet kunnen zien. Klopt. Dus jouw conclusie is? Ze hebben iets gezien wat wij niet hebben gezien. Uit de bilijm. Komt er niet soepel uit. Heel raar. Terwijl ik zeg altijd, vorige gaat uit de bilijm. Soms. Oh, zijn mensen wat er zo dood. Uit de bilijm minashat en arjim. Oh, het komt er niet uit, bro. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتكم نزخ آذت ما نكم تطني يعود زي ذات يا سبحان الله في فاف كيف لا يفعل أدركتك هيل مف أدركت هيل مف لوبنا هنا بنيد لوبنا هنا بنيد لوبنا هنا بنيد إكسفير زمان سخوا أقنا بوف خلنا بوفا إكسفير دلوب ما سمع والله زمان سنا بوف خلنا ما إكسفير في كيف بيخي زي ذا Zie je? Ja, ik zie het. Maar is dat... Ja, is dat van hier of zijn dat mensen? Ik weet niet, man. Ga naar beneden, gaan naar kijken. Kom, ga naar de afdeling. Wow, we zetten de video even op stop. Want 80% is nog niet geabonneerd. Jij, die nu aan het kijken bent, die bent aan het kijken zonder abonneren. Ik zie je wel. Abonneer ons even. Ja, en dan gaan we nu verder. Wees je het zeker? Er staat levensgevaar. Levensgevaar, ja, maar ja. Als het gevat is klaar, hè? Ja, ik ben het klaar. Of ze wachten ons dan hierna op bij die poorten en een cordage zit. Maar hier is zo dicht, ik is zo niet boven. Zie je wel met trappen lopen? Ik wil hier graag naar boven, man. Maar hier kan het niet, want hier is dicht. Het is hier levensgevaar, maar daar is dicht. Grappig. Toch niet levensgevaar, of wel? Nou, nee, weet ik niet. Je bent namelijk een beetje dicht namelijk. Ik weet het misschien. Waarom klim je gewoon niet via? Hey! Hallo? Is dat Engels? Ja. You come above? From here. There's like a stair there. Okay. It's safe? Yeah, of course. They will catch you or not? No, you can go up and see the restaurant. There's no problem. Okay. Oh, je kunt omhoog, ja. Bro, weet je zeker dat je omhoog wilt? Je mag niet in, hè? Bro, ik ben al omhoog. Ja, maar... Waarom? Kom, gaan omhoog. Ja, zeker? Ja, kom, de broer, hier staat niks. Oké, weet je wat de fuck is? Op die andere staat levensgevaarlijk, bedoel ik, niet betreden. Oké. Maar hier staat niks. We zijn gewoon in de fabriek, dat is koude ziek eigenlijk. We gaan. We zijn echt helemaal mooi zit. Dag 100, dat ik niet bij je kan slapen. Oh, wat kan je doen? Bro. Wat de fuck ligt daarin? Hier deden ze volgens mij lichaam in vroeger, man. Nee, bro, hier past geen lichaam in. Bro, je bent echt een sukkel. Maar je potjes, hè? Je potjes kunnen heel veel zijn. Wat denk je als ik zeg potjes? Wat denk je dan aan? Oh ja, ik zie ze. Wat doen zo'n potten altijd? Je hebt nooit zo misschien wat zo'n potten doen en dat ze dan gooien in het water? Een briefje. Nee. Wat dan? Seher. Seher doen zo'n potjes, die potjes maken ze dicht, dan gooien ze in het water, dan gaat het nooit, die pot nooit open. Zwarte magie doen. Zwarte magie, ja. En dan gaat het, die pot gaat dan niet open. Als die pot niet open gaat en niemand het uit elkaar trekt, dan blijft het werken. Snap je? Nee. En daar zitten 3 potten in, bro. Het kan gewoon zo zijn dat iemand denkt van, ja, hier gaat niemand in. Pa! Snap je? Nee, Allah. Wacht even. Ik heb 1%, bro. Oké, Lowe, laten we verder gaan, man. Je begint eens moe te worden, laat ons nou... Kom, we gaan naar boven. Kijk of je naar boven mag. Ik zie niks, jammer, man. Nee. Voor de bodem levensgevaar. Gaan we nog naar boven of niet? Voor de bodem levensgevaar. Gaan we naar boven, ja of nee? We gaan naar boven. Hier. Betreden verboden. Levensgevaar. Doe dat vooral. Weet je wat we gaan doen? Nee. Betreden. Oh, lekker, ren nog op die trappen. Dat is vast klaar, hè? Wat? Dat is vast klaar. Kijk hoe ver we zijn, hè? Bro, we zijn fucking ver, hè? Fucking hoog. Hallo. Het zijn hele rare type mensen.
met een van die vrouwen die overloop frisser dan mij. Bro, het is totaal. Het is niet, hè? Het is niet zo stabiel. Hey. Laat mij stabiel. Nee. Ja, maar ik denk niet dat het instort, maat. Ik had er een instort door één persoon. Als je springt. Meneer? Het is een verboden op liefst. Oké. Betreed een verboden levensgevaar nu weer op bord. Wat zijn we aan het doen? Betreed daar aan het springen. Nee, maar ik geloof niet dat het zo is. We kunnen nog omhoog, hè? Wil je omhoog? Wat is dat fucking hoog, man? Zijn gewoon op de top bijna. Nee, maar kijk. Kijk, uitzicht. Het gaat ook, gaat ook glad worden. Ja, het is eigenlijk glad worden. Ja, anders ga je echt uitglijden. Nee. Alles? Ja. Ben je wat lezen toevallig? Nee. Maat, mijn hand zweet helemaal. Mijn hand, bro. Waarom? Het zweet helemaal. Kijk, betreden verboden, levensgevaar. Wat zouden we doen? Laat niet betreden. Maar als politie ons pakt en dan? Als politie ons pakt? Ja. Dan ontkennen wij gewoon. Oké. Okay. Nee, ik ben van drie, bro. We zijn gewoon erin. Kijk. Carlo sneak, bro. Carlo en. Wat zit daarin? Maar het is gewoon papiertje. Daar verbranden ze mensen. Wat? Wat? Wat is hier? Gewoon verbrande torens, bro. Ja, daar verbranden ze toch ook kolen. Ja, het is een steenkolenfabriek volgens mij. Denk ik ook. Ik weet niet. Wat de fuck zit hier? Oh mijn god. Mensen hebben allemaal shit ingegooid. Dat kan van alles zijn, hè? Je weet nooit wat erin zit, bro. Als je hier zwarte magie in doet, dan komt dat er nooit uit, hè? Dit blijft gewoon altijd in. We gaan helemaal naar de top toe, ja? Ja, zeker. Mooi, oké. Uit. Hey. Wat? Ga uitkijken alsjeblieft. Als je tussen valt, is het klaar, hè? Maat, oh, mijn telefoon gaat af. Schrok me dood. Maat, gaan we nog naar boven? We kunnen nog koud of veel naar boven, hè? Wil je helemaal naar boven gaan? Maat, we moeten nog naar de auto toe, hè? Het is verstandig om nog helemaal naar boven te gaan. Echt als een foto hier, dat je zo naar de maan kijkt. Bro, we staan op een illegale plek. Hoe je foto's maken? Toevallig, soms komen het is wel grappig dat we gewoon mensen tegenkomen. Het is gewoon grappig dat we mensen tegenkomen, bro, die ook dit gewoon illegaal aan doen zijn. Ik zie helemaal geen camera's meer, hoor. Ik heb geen camera gezien, jij wel? Terwijl ik dacht dat er stond, ik zag een bordje met camera dingen. Ik zie op het begin toen we hier kwamen, zag ik een bordje met camera, maar misschien is dat nep. Maar mijn zaklamp doet het niet eens meer daar beneden. We zijn fucking hoog. Ga naar beneden. Denk het wel, hè? Ja. Bro, dat is fucking glad. Ik film het ook bijna. Ja. Kijk hoe stijl die trap is. Film die trap. Kijk hoe stijl. Het is gewoon stijl, hè? Het is gewoon schuin omhoog. Ja, dat kon ook niet. Dat is wel echt fascinerend. Hij is wel helemaal te zien, man. Jij hebt gewoon mensen gewerkt elke dag, hè? Ja, weet ik. Dat is wel bizar. Ah, ja, wakker, we gaan naar boven. Lars, we zijn weer beneden, hè? Ja. Maar besef even, zie jij die ding daar? Wij waren ter hoogte van die het straks, hè? We zaten gelijk. Waar is die 60 meter hoog, Asa? Besef je dat? 70 meter of zo, ja. 60, 70 meter, bizar. Er was ook een eigen benauw daarboven. Besef dat ze dit gewoon bouwen, hè? Ja, door het einde. Dames en heren, we zijn klaar. We zitten weer in de auto. Het is heel mooi, heel warm hier. Het is zeer warm zelfs. We gaan de video afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Lekker naar beneden als je dat niet hebt gedaan. Het is 11 uur, we moeten nog helemaal terugrijden naar... Hij moet nog helemaal naar Rotterdam, dat is nog 3-4 uur reizen. Ik moet nog helemaal naar Eindhoven toe. Dus toch, ik hoop dat jullie de moeite waarderen. Ik hoop dat jullie nog meer willen zien. Lekker naar beneden. Volg me op al mijn socials, Instagram, Twitter, Snapchat, alles. Anderhalf man. Doe een duur voor mijn ogen, want die is nog steeds dood. Anders zie ik jullie bij de volgende video weer, inshallah. Adios.